Je klinkt vooral ook dat verdriet weer om het verlies van je dochtertje door. Ja. Is dat het grote verdriet in je leven? Ja. Ja. Nou, ik heb hem ook een beetje van haat. Wat is het, mag je het kijken? Ja. Want dit is alles wat ik nog van haar heb, doordat ik weggevlucht ben. Ben ik fotoalbum met foto's kwijtgeraakt van echo's en dat soort dingen. Dat is je dochtertje? Ja. Elisa, zei je? Ja, Elisa. En daarboven heb ik nog iets leuks gemaakt. Nog een foto van haar met een gedichtje. Dat is het enige wat ik nog van haar heb. En, toen ik zwanger raakte, toen was ik wel geslaafd. Maar ik ben 180 graden omgedraaid. Ik koos voor Elisa, zeg maar. Het is kiezen als je een kind neemt voor het kindje of voor de drugs. En had je een keuze gemaakt voor je kindje? Ja, tuurlijk.